In deze tiendelige videoserie gaan we het hebben over formatief handelen en hoe je dit concreet kunt inzetten in het klaslokaal. Bij formatief handelen gaat het om wat de docent en de student doet om het leren in kaart te brengen. Wat is het doel? Waar staat de student nu? En wat moet de student nog doen om verder te komen in het leerproces? Om formatief te handelen helpen de 10 principes van zijn. Deze video gaat over controle van begrip. Wanneer je regelmatig controleert of de student het heeft begrepen, zorg je ervoor dat je weet of alle studenten jou nog kunnen volgen. Ook zorg je ervoor dat er minder misconcepten ontstaan en sla studenten de leerstof beter op in hun lange termijngeheugen. De vraag stellen, zijn er nog vragen? is niet voldoende. Je controleert door een inhoudelijke vraag of opdracht of de studenten de uitleg hebben begrepen. Wanneer je iemand leert om te gaan parachutespringen, zal het vragen en heb je alles begrepen? Niet voldoende zijn om diegene de sprong te laten wagen. Je checkt of de materialen goed zitten, je vraagt hoe de parachute open gaat, je vraagt wat je kunt doen in een noodsituatie. Kortom, je gaat op alle onderdelen die nodig zijn bij het parachutespringen na, of alles duidelijk is en of diegene het zelfstandig kan, voordat er gesprongen wordt. Dat is bij leren in de klas net zo. Wat levert het jou als docent dan op? Door regelmatig te controleren of de studenten je nog kunnen volgen, kun je bepalen of je sneller door de lesstof heen kunt gaan of nog ergens extra aandacht aan moet besteden. Vaak bouwt leerstof stapje voor stapje op en het niet beheersen van een eerdere stap kan zorgen voor latere stagnatie. Om studenten gedurende het hele proces betrokken te houden, is het belangrijk regelmatig te checken of ze nog aan boord zijn. Hoe kun je dan controleren op begrip? Veel vragen stellen helpt. En hierbij is het belangrijk dat alle studenten nadenken en niet slechts één student. Geef dus even de bedenktijd voor je een student laat antwoorden. En heel belangrijk, laat die student ook toelichten hoe die tot dit antwoord is gekomen. De student hardop laten nadenken, helpt bij het checken of de student het daadwerkelijk heeft begrepen. Je kunt ook gebruik maken van de werkvorm Denken, Delen en Uitwisselen. Of een van de andere werkvormen, zoals Exit Ticket, Afbeelding en Stofkoppelen of Teken je opdenkst. Wil je meer tips of hulp? Ga dan naar mbomediawijs.nl slash workforum toe. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.